Zulk een schermverdeling, dat kennen we. Dat hebben we meestal. Deze schermverdeling willen we hebben. Hoe kunnen we dit op een gemakkelijke manier doen? Blijf kijken, het is niet moeilijk. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. Dan ben jij de eerste die een berichtje krijgt als ik een nieuw filmpje online zet. Voilà, een schermverdeling. En we willen die nu mooi verdelen over ons heel scherm in 4 gelijke delen. Hoe doen we dat op een gemakkelijke, snelle manier? Hoe gaan we het scherm verdelen? L2B linksboven, Rico Story rechtsboven, The Lifting Dermatologist linksonder en I Am Kian rechtsonder. We selecteren L2B. We drukken de Windows toets in en we drukken op de linker pijltjes toets. Die is al mooi links verdeeld, maar we willen dat dat een vierde van het scherm is. Dan drukken we de Windows toets in en we drukken pijltjes toets naar boven. Voilà, L2B is al geplaatst. Nu gaan we Rico's Story plaatsen, rechtsboven. Je selecteert het scherm. Druk de Windows toets in en dan rechter pijltjes toets. We willen die mooi naar boven, rechtsboven uitgelijnd hebben. Windows toets, pijltje naar boven. Dus selecteren, een pijltje naar boven. Begint er al op te trekken. Nu de Lifting Dermatologist. We selecteren het scherm. Windows toets inhouden, linker pijltjes knop en dan de Windows knop met pijltje naar beneden. Wordt alweer mooier verdeeld. Dan selecteren we I Am Kian en die wordt rechtstreeks mooi verdeeld op het laatste vak. Als het niet zo was, kan je natuurlijk die methode met de Windows en de pijltjes toetsen uitproberen. Met 2 schermen lukt het natuurlijk ook. Je selecteert het scherm Rico's Story, Windows toets en rechter cursor. Dan selecteer je L2B en die wordt al mooi verdeeld in het linkervak. Dit is met 2 schermen. Dit lukt natuurlijk ook met verschillende programma's. Zojuist waren dat allemaal Chrome webbrowsers. We hebben nu een webbrowser met L2B erop. En we hebben Adobe Premiere Pro openstaan. Deze kunnen we ook mooi verdelen over het scherm. Je selecteert L2B, Windows toets links. En je selecteert het scherm dat je aan de rechterkant wilt hebben. En voilà, hier staat Adobe Premiere Pro mooi uitgelijnd over een heel scherm. Probeer het zelf ook maar eens, het is niet moeilijk. Geef me een vette duim omhoog, abonneer je gratis op mijn kanaal, zet ook het belletje aan, deel dit filmpje met je vrienden en laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!